Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn favoriete producten van maart laten zien. Ik heb het mandje erbij gepakt, hij zit redelijk vol. En ik ga je laten zien welke producten ik dus heel erg fijn vond. Mocht je daar dus benieuwd naar zijn, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin met de make-up remover pads van de HEMA. Dat zijn deze. En deze zijn reusbol. Ze zijn dus groot, ze zijn zacht en ze zijn geschikt voor alle skintypes. Je krijgt 10 pads. Ze komen ook in een zakje waarin je ze dus kunt wassen. En hier heb je dus 10 grote pads waarmee je je make-up kunt verwijderen. En deze kun je dus wassen. Ik heb er hier toevallig ook 2 liggen. Die heb ik al gewassen. Die heb ik gebruikt. Je ziet wel een heel klein beetje vuiligheid er nog in zitten. Maar op zich, ze blijven wel mooi wit als je ze op de juiste manier wast. Maar je ziet wel, niet alles gaat eruit. Maar misschien dat je het bij je volgende wasbeurt wel verwijdert. Je kunt ze wassen op 40 graden. En ze mogen ook in de droger. Ik had zelf eigenlijk gehoopt dat ze op 60 graden konden. Want dan konden ze bij de handdoeken in. Want dat is eigenlijk de enige was die ik op 60 graden was. En ik dacht, daar doe ik ook geen wasverzachter in. Dan nemen ze nog net weer wat meer vocht op. Je kunt ze gewoon gebruiken met je favoriete make-up remover. Er staat niet bij dat je deze enkel met water kunt gebruiken. Dus ik heb ze zelf ook met micellair water gebruikt. En mijn make-up ging er eigenlijk heel goed af. En ik vind het gewoon heel handig dat je ze kunt wassen. En ik vind het gewoon fijn dat deze wat groter zijn. Dus dat zijn allereerst deze pads die ik echt heel fijn vind. Dan heb ik een limited editie van Catrice. Ik ga hier niet al te lang bij stilstaan, want hier is al een uitgebreide video van online gekomen. En dat is de Beautiful You collectie. Ik heb hier allereerst de haarclip. Ik zal hem even uit het doosje halen. Het is gewoon een haarclip die er heel leuk uitziet en die dus gewoon in je haar kan. In mijn haar bleef die goed zitten. Ik heb dik haar, dus dat is echt top. Ziet er ook wel heel erg leuk en kleurrijk uit, moet ik zeggen. Dan 2 blushes uit die collectie. Dit zijn de cream to powder blushes. Deze die gaan als het ware smelten op je huid zodra ze ermee in aanraking komen. Als je hem open krijgt tenminste. Ziet er zo uit. Er zit een spiegeltje binnenin. Dus een heel mooi kleurtje. Ik zal hem nog even swatchen. Dan zien we dat ook. En doe ik die andere er uiteraard even naast. Want ik heb ook deze kleur. En die ziet er dan zo uit. Hele fijne blushes die echt heel mooi met de huid samensmolten. En dit zijn dan de swatches. Dus ja, zijn goed te blenden. Dus zijn echt heel fijn in gebruik. Dan heb ik het oogschaduwpaletten die er echt prachtig uitziet. En die heeft dus zo'n binnenkant met hele mooie kleurtjes erin in een spiegel. Ik zal eventjes nog een paar kleurtjes opnemen voor de swatch, zodat je nog even een idee hebt wat hij doet. En die zien er dan zo uit. Heel mooi paletten waar je diverse kanten mee op kunt, vind ik zelf. Je kunt er ja, matte looks mee maken, maar omdat er ook glinsterkleuren in zitten, kun je er ook glimmende looks mee maken. Echt een heel erg mooi palette ook deze. En als laatste heb ik dus 3 lipproducten. En dit zijn de Plumping Lipglossjes in een oranje kleur, een roze kleurtje en een rode kleur. Ik zal ze nog even swatchen. Ze hebben eigenlijk een vrij basic applicator. Ik moet wel zeggen, mijn lippen werden er niet echt plumping van. Maar het voelde wel heel fijn aan op de huid. En de kleuren zagen er leuk uit. En de oranje die is zelfs geschikt voor alle huidtypes, stond erbij. Of skin types. Dus ik denk ook dat iedereen die kleur zou kunnen dragen. Het waren wel hele fijne lipglossjes. Ze hebben ook best wel een aangenaam geurtje. De roze die lijkt met swatchje niet zo intens. Maar op de lippen zag je hem wel leuk terug. Maar het is meer gewoon een leuk zacht kleurtje. Maar wel echt 3 hele leuke lipglossjes. Dan heb ik hier de Magic All-in-One Face Cream van Essence. En hier was ik echt daadwerkelijk van onder de indruk.
Deze belooft een gezonde look in secondes. Hij heeft een medium dekking, hydrateert, een blurring effect geeft hij, een perfecting tint en een skin tone adapting. Nou, hij heeft eigenlijk zo'n opening. Maar wat dit product dus eigenlijk zo leuk maakt, en dat ga ik je laten zien. Oh, ik heb een beetje te veel. Even een beetje afvegen. Anders wordt het gelijk zo'n rommeltje en daar hou ik niet van. Kijk, zoals je kan zien is die nu wit. Maar ga ik er overheen, wordt die gekleurd. En dat maakt hem ook wel magisch. Dat vond ik echt zelf heel erg leuk eruit zien. Ja, hij voelt ook heel fijn aan op de huid. Eigenlijk licht, want je kunt hem eigenlijk meer zien als een getinte dagcreme dan echt als een foundation. Maar dit zijn echt wel van die fijne producten ook in de zomer. Omdat je toch een dekking hebt en niet een heel zwaar product op de huid hebt. Dus ik was hier wel echt heel erg van onder de indruk. Hij is overigens maar in één kleur verkrijgbaar. Dus ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of die zeg maar bij mensen met een misschien wat donkerdere huidskleur ook goed uitvalt. Dat durf ik dus niet met 100% zekerheid te zeggen. Maar ik was er wel heel erg enthousiast over, dit product. Dan heb ik, eventjes kijken hoor, van Lottie London een Arch Rival Microblade Effect wenkbrauwpotlood en dat is deze. Het is een wenkbrauwpotlood waarmee je dus eigenlijk hele natuurlijke haartjes zou kunnen creëren omdat hij dus een drietandspuntje heeft. Je kunt er dus gewoon zo mee over je huid en daarmee kun je als het ware een soort van haartjes creëren. Dit is de tint. Bij mij passen die perfect bij mijn wenkbrauwen. Ik moet zeggen, ik ben normaal niet zo heel erg fan van dit soort producten. Maar deze vond ik echt wel heel erg fijn. Omdat die gewoon er mooi uitzag. Heel natuurlijk ook. En ik vond het effect gewoon wat die gaf heel erg mooi. Dus daarom vond ik deze wel heel erg fijn. Dan heb ik uit de Hello Good Stuff lijn van Essence een Glow Serum Primer. Deze bestaat voor 93% uit natuurlijke ingrediënten. En deze heeft een hydraterende en gladde basis. En hier zit watermeloenwater en niacinamide in. En die ziet er dan zo uit. Je kunt hem dus onder je make-up gebruiken, maar ook gewoon eigenlijk bij je dagelijkse make-up routine. Dus je kunt hem ook gewoon zo gebruiken. Er zit een klein pompje op. Heeft ook een heel lekker geurtje. En hij ziet er dan zo uit. Hier zit hij. Dan smeer je hem gewoon uit. En op mijn hand zie je een lichte glow. Ik moet zeggen dat hij op mijn gezicht een klein beetje wegviel. Maar ik vond het gewoon een heel fijn product. Omdat ik echt merkte dat hij heel erg hydrateerde. En dat vond ik echt super fijn. Dus daar was ik wel heel erg enthousiast over. Dus dat maakte me eigenlijk gelijk al wel heel enthousiast. Ik moet zeggen, ik ben sowieso fan van de producten uit de Hello Good Stuff lijn. Dus deze vond ik ook echt heel erg fijn. Dan heb ik dit wenkbrauwpoedersetje van Catrice. En deze is waterproof. Ik heb hem in de kleur 010 Ash Blond. En dit is eigenlijk gewoon een heel fijn setje. Ik ben altijd heel erg fan geweest van die andere setjes. Maar ik kan die bijna niet meer vinden. Ik krijg een aan de ene kant een klein penseeltje en aan de andere kant een mini spoelie. Ik gebruik dit zelf nooit. En dan loopt hij eigenlijk over in twee tinten zoals je kan zien. En ik vond hem echt heel fijn. Je kunt ze dus met elkaar blenden, maar je kunt ze ook los van elkaar gebruiken. Ik vond deze poeder gewoon echt heel fijn. Ik merkte gewoon echt dat hij lekker met de wenkbrauw combineerde. De kleur was voor mij ook perfect. En hij is wel licht poederig. Dat vond ik zelf wel echt een heel groot pluspunt. Dus dit is ook echt wel een heel fijn setje. Dus mocht die andere echt niet meer te koop zijn, zou dit wel een vervanger daarvoor kunnen zijn. Voor mij dan. Dan heb ik een lippenbalsem. En dit is de Vegan Naturally Lippenbalsem van Labello. Ik ben zelf groot fan van de Labello lippenbalsems. Maar deze is dus nieuw, want deze bevat hennepzaadolie en shea butter. En belooft 24 uur te hydrateren.
Dit is trouwens het doosje. Daar zit hij in. En op de achterkant staat nog wat meer informatie. Hij bestaat dus 100% uit natuurlijke ingrediënten. En ja, er zitten dus geen ingrediënten in die van dierlijke oorsprong zijn. En zo ziet hij er dan uit. Je ziet ook een soort van kleine blaadjes erop staan, wat wel echt heel leuk is. En hij is gewoon groen van kleur. Ik hoef hem verder niet te swatchen, want hij is transparant. Echt een hele fijne lippenbalsem. Ik moet wel zeggen, ik moest even wennen aan de geur, want ik ben dat niet zo gewend. Maar de lippenbalsem zelf is gewoon heel fijn, voelt fijn aan. Ja, dus daar ben ik gewoon echt wel heel erg blij mee. Dus die kan ik ook zeker aanraden als je een beetje in de vegan producten zit, is dit echt een aanrader. Want hij is gewoon fijn als een normale lippenbalsem van Labello, wat je gewend bent. Alleen misschien even wennen aan de geur wat ik zelf had. Maar verder is die echt heel fijn en maakt je lippen heel zacht. Dan heb ik ook uit de Hello Good Stuff lijn van Essence de Moussey Face Moisturizer. Dit is een hydraterende gel met bananenwater en deze bestaat voor 92% uit natuurlijke ingrediënten en dat is deze. En dit was echt zo'n fijn product. Het is een lichtgewicht moisturizing face cream eigenlijk en hij plakt niet. En het heeft een mousse textuur en het is eigenlijk een hele goede basis voor onder je make-up. En je kunt hem natuurlijk ook gewoon zo gebruiken. Hij zit verder wel afgedekt, kijk, met zo'n handig dopje, waardoor je hem dus ook makkelijk mee zou kunnen nemen. Zo ziet hij eruit. Ik hoef deze verder niet te swatchen. Ik weet niet of hij dit scherp stelt, jongens. Ik durf hem niet heel... Focus, ja. Scherp schuin te houden, want dan gaat hij lopen. Het swatchen hiervan heeft ook niet zo heel veel zin, want je ziet hem verder niet. Maar hij heeft echt een hele lichte bananengeur en dat ruikt echt wel heel lekker. Ik voelde ook echt dat dit product heel erg hydraterend aanvoelde op mijn gezicht. Gewoon ook fijn dat hij niet plakt, dus je kunt daarna ook gelijk je make-up eroverheen doen. Maar ook gewoon heel fijn om hem bijvoorbeeld in je make-up routine of in je make-up routine, in je verzorgingsroutine te gebruiken. Echt een heel fijn product dit ook. Dit is echt een aanrader. Dan heb ik van Catrice een One Point Brow Liner. Ik heb deze in de kleur 30 Warm Brown en dat is deze. En ook deze vond ik eigenlijk heel fijn. Hij heeft een vrij fijn puntje waarmee je heel mooie wenkbrauwen kunt inkleuren. Het ging ook heel makkelijk. Je bent er wel iets langer mee bezig omdat je echt alle witte plekjes natuurlijk wilt dekken, maar ik vond hem echt heel erg fijn. Zo ziet hij eruit, deze kleur. Bij mij past hij prima bij mijn wenkbrauwen. Maar als je ook gewoon niet zo zin hebt om helemaal met poeder aan de gang te gaan, is dit gewoon heel erg fijn. Want hij bleef eigenlijk goed zitten. Ja, je moet er misschien iets vaker overheen om echt alle plekjes goed dekkend te krijgen. Maar ik vond het echt wel een hele fijne, ja, hele fijne wenkbrauwpen eigenlijk. Dus daar was ik ook wel heel blij mee. Dan heb ik nog een aantal producten uit een trendeditie van Essence. Dit is de Snow Much Love collectie en deze is enkel online te koop geweest. Ik heb hier ook een uitgebreide video over opgenomen. Ik heb hier allereerst de blush en deze heeft een matte finish. Hele mooie blush. Heeft gewoon een poedertextuur en hij is heel mooi zacht roze. En dat vond ik zelf echt heel erg mooi. Ik vond hem heel fijn in gebruik. Ik heb hem hier eventjes geswatcht. En dan zie je inderdaad dat hij heel mooi roze is. Heel zacht kleurtje, maar dat maakt het wel heel natuurlijk. Dus ik vond het echt een hele, hele fijne blush ook deze. Dan heb ik ook daarvan de Cream to Powder Highlighter. Dit is ook weer zo'n highlighter die dus als hij in contact komt met de huid eigenlijk poeder wordt. Ook een hele fijne, ik vond de kleur ook heel mooi. Een beetje een koele ondertoon en dat vond ik zelf wel heel erg mooi. Hij ziet er zo uit. En op de swatch lijkt hij heel licht, maar op je gezicht gaf hij gewoon echt een hele mooie kleur. Het is natuurlijk wel of dat je van een
koele ondertoon houdt of liever een warme ondertoon. Ik vind koel altijd wel heel mooi. Maar ook deze highlighter vond ik dus super fijn. Ook uit die collectie heb ik een glitter lippenbalsem. Dat is deze. Het is gewoon een hele fijne lippenbalsem die dus zachte glitterkleurtjes heeft. Hij ziet er verder zo uit. En ja, hij heeft dus, ik heb hem hier geswatcht. Je ziet dus hele fijne glitterdeeltjes. Ik weet niet eens of het heel goed overkomt op camera. Maar het was wel gewoon een lippenbalsem waarvan je de glitterdeeltjes op je lippen niet per se heel erg zag. Maar die wel heel erg verzorgend was. En dat vond ik wel heel fijn. Een heel, heel licht glittertje zag ik hier en daar wel. Maar het was niet dat je dacht van, wauw, wat heb jij glitterlippen of zo. Dus ook een hele fijne lippenbalsem deze. En dan heb ik als laatste de Liquid Lip Glow uit die collectie. Ook een heel mooi product. Het is dus een heel mooi product voor de lippen met een basic applicator. Die ziet er dan zo uit na het swatchen. En ik vond hem zelf echt heel mooi. Hij droogt niet mat op, dus hij blijft wel gewoon te zien. Maar ik vond het gewoon echt een heel mooi en fijn product. Want het zag er gewoon heel erg leuk uit op de lippen. En dat vond ik echt een heel groot pluspunt. Dan heb ik van Max & More een Nail & Cuticle Oil. Dat is deze. Dit is gewoon zo'n olie die je kunt gebruiken voor je nagels en je nagelriemen. Gewoon heel fijn om bijvoorbeeld hier langs de randjes aan te brengen naar het lakken van je nagels. Of even over je nagelriemen als je die toevallig net hebt weggeduwd. Ja, eigenlijk heel verzorgend. Hij rook ook heel lekker. Hij heeft gewoon zo'n basic kwastje. En ik vond hem echt heel erg fijn. Ik heb hem echt een paar keer al gebruikt en ik dacht echt, wauw, wat is dit eigenlijk een fijn en top product. Dus daar was ik heel erg enthousiast over, want ik heb andere producten uit die lijn geprobeerd van de nagels en daar was ik nog niet heel erg enthousiast over. Maar deze vond ik echt heel fijn, die is heel betaalbaar en ik merkte echt dat het heel veel deed voor mijn nagels. Dan heb ik Drunking Diamonds Plumping Lippenbalsams van Catrice. En die zien er zo uit. Hele mooie glitterverpakkingen. Ze hebben trouwens alle drie dezelfde verpakking. Kijk. Maar het zijn wel drie andere kleuren. Het zijn dus wel lippenbalsams. Maar ze hebben dus een kleurtje. En dat is het wel extra leuk. Zo ziet hij er dan uit. Dat is een kleurtje. Dit is de kleur 030. En je hebt dus verzorging, maar tegelijkertijd ook een kleurtje. En dat vind ik toch de laatste tijd wel heel erg fijn. Ik merk gewoon dat als mijn lippen wat droger zijn, dat ik het fijn vind om lippenbalsem te gebruiken, maar dat die ook kleur heeft. Dit is kleur nummer 10. Die is dan iets lichter. Maar ook wel, ja, heel mooi. Gewoon ook als je bijvoorbeeld een dag hebt dat je denkt, nou, ik doe bijvoorbeeld alleen wat mascara op en ik wil wel wat op de lippen, is dit ook gewoon heel erg leuk. En de laatste kleur, dat is de kleur 020. En die ziet er dan zo uit. Heel leuk kleurtje ook. En ja, ze hebben best wel wat pigment. En dat maakt het wel echt heel erg mooi. Ik vond het in ieder geval echt hele fijne producten. Want zo zien de swatches er dan uit. En ze voelen gewoon heel fijn aan op de lippen. Want je hebt toch een heel leuk kleurtje. Maar tegelijkertijd worden je lippen ook lekker verzorgd. En dat vind ik echt top. Dan heb ik nog een aantal laatste producten uit een trendeditie van Essence. En ook hier is al een uitgebreide video over online gekomen. Dit is namelijk de Positive Vibes Only collectie. Ik heb hier allereerst de haarclip. Die ziet er ook wel heel leuk uit, want die heeft de vorm van een wolkje. Ik moet wel zeggen, deze blijft, als je heel veel haar hebt, wat minder strak zitten. Dus je kunt hem wel met wat minder haar bij elkaar pakken, maar niet met heel veel haar. Maar hij bleef op zich wel zitten, dus ik vond het wel een heel erg leuk haarklipje. Dus dat is allereerst die. Dan heb ik hier de Color Changing Lip Glow. Dit is dus weer zo'n product wat kleurt naar de lippen toe. Dat vond ik zelf altijd wel heel leuk, want hij heeft ook een heel erg mooi effect. En hoe hoger de pH-waarde, hoe hoger de kleur. Ik heb hem hier even aangebracht, maar dat ga je natuurlijk niet zo goed zien, want op mijn hand zit veel minder pH natuurlijk als in mijn lippen. Maar wel ook een hele
fijn lipproduct. Werd mooi donker en verzorgde ook echt. Dan heb ik hier een lippenmasker. Nou, die ga ik verder niet swatchen, want hij is wel groen van kleur. Maar ik krijg er bijna geen product uit. Dat vond ik echt een nadeel. Het lippenmasker zelf is heel fijn in gebruik, maar ik vind het tubetje niet zo handig. Je ziet hier al dat hij licht groen is, maar ik krijg er dus heel moeilijk product uit. Ik moest heel erg hard knijpen en tegelijkertijd was ik bang dat als ik kneep dat hele tubetje aan gort zou knijpen. Dus dat hij zou ontploffen. Maar als je er wat uit krijgt, is het wel echt een heel fijn lippenmasker met een caring oil complex. Dat vond ik echt wel heel erg fijn. Ook uit die collectie heb ik de Color Changing Blush Stick. Dat is dus een blush stick die ook reageert op de pH-waarde van je gezicht. Hij is dus eigenlijk groen van kleur. Hij is al een beetje verkleurd naar de kleur wat hij wordt. Want hij wordt dus uiteraard roze. Ik heb hem hier geswatcht en dan zie je het al. Maar hoe hoger de pH-waarde in je gezicht ook, of eigenlijk je huid, hoe hoger de kleur is. En bij mij werd hij echt heel erg mooi en ja, ik was er heel blij mee. Het laatste product wat ik heb uit die collectie is het Positive Vibes Only oogschaduwpaletten. Met een heel leuk openingsmechanisme. Zo gaat hij open. En nu zit natuurlijk even dat dingetje ervoor. Want die moet ik even omhoog buigen. En daar zitten gewoon 6 leuke oogschaduwkleurtjes in. Die er hartstikke leuk uitzien. En die ziet er zo uit waar je wel leuke looks mee kunt maken. Het zijn wel wat gewaagdere looks, je moet ervan houden. Maar ik werd er zelf wel blij van. Die hebben dus dit aan pigmentatie. Dus echt wel heel erg mooi. Ik werd er zelf wel heel blij van. Ik vond de look die ik ermee had gemaakt heel leuk. En jullie waren ook wel enthousiast. Dus ook echt wel een hele leuke, ja, leuke collectie. En als je dan klaar bent met het gebruik van dit oogschaduwpaletten, doe je hem zo en dan schuif je hem omhoog en dan zit hij weer dicht. Dus een hele leuke collectie ook. Dan waren dit mijn favoriete producten van de maand maart. Ik ben in ieder geval weer heel erg blij met alle producten. En heb zin om deze lekker aan mijn stash toe te voegen en weer lekker te gaan gebruiken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jij al eens een van deze producten hebt geprobeerd. Of dat je naar aanleiding van deze video benieuwd bent geworden naar de producten. Ik was er in ieder geval weer heel erg enthousiast over. En ik vind het altijd toch weer leuk als er weer een hoop spullen zijn die ik heel fijn vond. Laat zeker even weten naar een product waar jij eventueel nieuwsgierig naar bent of waar jij al ervaring mee hebt. Misschien heb jij een hele andere mening over dit product, dat kan natuurlijk ook. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je de melding zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!